Sodi Tingde. Goedemiddag. Elf minuten voor 12:30. En welkom in het programma onderdeel Surinamers overal. De complimenten voor Godo en TeleG. Wakala den passe. De mensen overzien, check ons via www.radio.srs.nl. Vergeet natuurlijk ook niet dat wij dus ook te vinden zijn op YouTube, man. Check hoe Surinamers overal on YouTube. Vandaag praat ik dus met Gino Dorson. De naam Dorson niet onbekend. Moet je denken aan Dorsons constructie, right? No, no problem. We horen het zo meteen persoonlijk van Gino. Let's go. De complimenten nogmaals van Go to NTLG. Don't forget Renang Sani Wisani. We are calling Gino. Calling for Gino. Mr. Dawson himself. Met de artiestennaam Le Prince. De man is dus muzikant. I wonder what he's doing. Wagwan Gino, you forget you had an appointment. De mensen daar in Nederland, als je Gino kent en je hoort dit, stuur Gino even een app. Zeg hem, hij wordt gebeld door de DJ van Radio SRS. Don Dodge himself original voor het programma Surinamers overal. Calling for Gino! Everyone, let's try it one more time. En ik weet dat er sommige mensen, vooral de mammies op dit moment, in de keuken vertoeven. Is het vandaag de beurt aan papa die ervoor zorgt dat we dus weer wat te eten op tafel krijgen? Ik hoorde laatst iemand een toren geven over, ik zag het ergens en ik heb het gelezen. Back in onze tijd, dan was het zo dat je dus eigenlijk niet kon eisen wat jij lustte of wat jij wilde eten. Dat zang de babong tapatafra. De mensen aan de bonkeren, na pot tapatafra. Ik weet niet wat er met me gebeurde. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag Gino. Yes sir. Wagwan, welkom naar de chatting buddy. Waar was je mee bezig bro? Ik was bezig en van snel muziek aan het luisteren, maar alles is heel goed hè. Oké. Ai, nou bij deze Surinamers overal, ik ben Don Dodgy, geliefde man, Radio SRS. Welkom in het programma Surinamers overal. In dus hoeverre ben je bekend met het programma Surinamers overal? Ik heb er wel eens een van gehoord, maar ik volg het op Facebook. Oké, dat is nice. Ik heb er wel een van gehoord. Het is voor mij wel een eer dat ik bij jullie in de uitzending mag zijn. Ja, man. SRS is natuurlijk legendary, snap je? Alla fasibi, brother. So they think there. And thanks for noticing and saying that to the world, you know. Want de wereld luistert mee. En bij deze ben je vandaag dus onze gast. Je bent diaspora. Je zit helemaal in Nederland, representing us in a musical way. Ja, 100. Ja, toch. Je was naar muziek aan het luisteren. Wat voor muziek luisterde jij daarnet dan? Ik was even een nieuw mix aan het luisteren die we gisteren hebben gemaakt, want ik zit in de electronic, in de EDM wereld zit ik. Oké. Dus ik had gesprek met mijn producer, we hadden eigenlijk een plan om iets tofs te doen. Ah. Maar dat moet ik eigenlijk, ik kan het nog niet zeggen, maar het is wel iets van Suriname. Oké, het begint al goed. Iets van Suriname, dat want dat je denkt iets dat... Iets van Suriname. Oké, maar ben je... Suriname gold, als je snapt wat ik bedoel. Suriname is goud. Alright. Ik ben ook benieuwd. Isabi, en wij willen primeur hier van de SRS. Isabi, dan nobody else. SRS primeur, bro. De eerste plek. Isabi, toch alafazi. Nou, dat geeft aan dat je dus wel degelijk met Suriname bezig bent. Sowieso. Ik represent over waar ik ga. Represent ik Suriname. Ik ben begonnen met Surinaams muziek vroeger, snap je, met Kawina, met Kaskawi, Kaseko. Dus ik heb mijn basis gekregen, snap je? Dus
Mensen zijn super altijd. Ja man, hey, good to hear that, maar bij deze, je represent Suriname zo dusdanig, maar ik heb moeten vernemen dat je geboren bent uit Surinaamse ouders in Amsterdam in Nederland, ja. Brada. 100%, 100%, geen namaak, alle namaak. Ja, Surinaamse ouders, maar had je niet toch liever in Suriname geboren willen worden en daarna naar Nederland zijn vertrokken? Jawel, tuurlijk. Als ik kijk naar de zon, 100% zeker wel. Hey bro, kom aan, nou, we hebben het over ouders. Ik ben benieuwd, wie is je vader en wie is je moeder, bro? Mijn vader is Walter Groot. Ai. En mijn moeder is Carmelita Doorson. Oh, dus je hebt die naam van je moeder, niet van je vader? Ja, ik heb de naam van mijn moeder, ja. Oké, okay. Oké. Okay, okay. Als je zegt Doorson, dan denk ik ook meteen aan Coroni. Ja toch, Coron is sowieso representing. Oké. Coron passie, honing! Coron passie! En die Coron, ja maar, dit. Aha. Mijn familie is groter. Ja, dat heb ik in de gaten. Ja, de familie Doorson is best wel groot, Isabi. Bestaat er. Ja. En ook best wel gemixt, hè? Ja, gemixt met Indian, Indianen, de inheemse, laat ik het zo zeggen, sorry. Ja. Indians en de inheemse, dus het is echt gewoon een moxiepad is het gewoon. Ja, klopt. Nice people, lovely people, Surinaamse mensen, brada. In elk geval, je hebt het gehad over je moeder en je vader, je bent geboren in Amsterdam. Alright, nou, ja. Vertel een beetje bro, je moeder en je vader, wat voor soort lieve mensen waren ze? Mensen zijn nog steeds hoor, zijn lieve mensen. Okay. Mijn vader is zeker wel ook een groot voorbeeld van mij geweest, want hij is zeg maar de oprichter geweest van La Rouche. Oh. Dus ik heb vanaf klein jongen heb ik La Rouche al zien opkomen. Aha. Weet je? Dus ik heb het echt met de paplepel heb ik het echt binnengekregen, zeg maar, de muziek. En mijn moeder is ook gewoon een lieve vrouw. Okay. Een veel sterke vrouw. Ja. Ja man, nice. Oké, okay, ja kijk, Amsterdam, ja we zijn niet onbekend met Amsterdam. Waar voor Amsterdam woonde je precies? Of woon je nog steeds in Amsterdam? Vertel een beetje. Ik woon in Amsterdam-Oost woon ik. Mm-hmm. Ja, Amsterdam is een gemengde stad. Veel Surinamers ook. Mm-hmm. Dus ik kom origineel uit de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost. Oh. En Amsterdam Zuidoost. Het is gewoon eigenlijk klein Suriname. Ja, maar dat is waar. Ik ken dat wel, ja, klein Suriname. Absoluut. Ondertussen is er best veel daar veranderd. Maar dan hebben we lopen verbouwen, heb ik mogen vernemen ook. Ja. Ja. En ik heb ook laatst gehoord dat ze die flats daar in Damsko, Bimre, willen gaan slopen voor nieuwbouw en dat soort zaken. Zijn ze al begonnen? Ja, hadden ze al gedaan, maar volgens mij willen ze nog meer gaan slopen. Ik weet niet waar deze mensen mee bezig zijn. Wat ze willen, zeg maar, Zuidoost, wat toegankelijker maken, weet je wat, vroeger had het best wel een naam. Ja, nu is het zeg maar echt wat meer toegankelijk, we hebben een stadion, we hebben gewoon heel veel dingen hebben en het wordt gewoon toegankelijk voor iedereen, snap je? Ja. Het is niet meer Belmer als van vroeger. Yes, maar het maakt niet uit. Ja, veranderen toch. Zeker weten, dat is mooi man. Maar in elk geval, ja, je zegt je zit in Amsterdam-Oost, ik ken dat zo'n beetje Amsterdam-Oost. Vaak met die barbershop daar zo, de heer dokter, ken je die nog? Nee, want ik ga bij Flamma ga ik. Bij Flamma? Ah, Flamma ken ik ook wel, ja. Flamma. Ja, ik ga bij Flamma, ik ken bij Flamma. Alright. In elk geval, omdat je op Oost woont, dacht ik dat je dus daar af en toe langs liep, die Afrikaanse gang. Ja, maar ik woon op Eiburg, dat is een beetje eiland van Oost. Oh, daar, Eiburg! mooi precies, man. Heb ik die ding. Het is een eiland toch? Je hebt uitzicht op lekker water, zeilbootjes en dat soort zaken. Zeker. En een spotto, we zouden bijna zeggen, je bent in een elite gedeelte van die hele tortoris. Ja. Laat ik het zeggen, het is wel een mooi gedeelte van Amsterdam, maar het is nog vrij nieuw, snap je? Ja, klopt. Dus het moet nog zijn streep verdienen. Ja, nee, maar ik heb het gezien, Isabita, en het is very nice, man, maar love was he, I'm loving it. Nou, in elk geval, je bent geboren en getogen, dat ben je in Damsko passie, Isabi, toch? Wat voor jongen was je in het opgroeien, tot zeg maar, voordat je naar de middelbare school ging? Wat voor type guy was je? Ik zeg je eerlijk, kijk, ik ben opgevoed bij mijn tante. Mijn tante heeft mij grootgebracht. Oké. Okay. Wat voor jongen was ik? Ja, ik was wel een bengel. Ik was wel echt een,
en ik was niet de makkelijkste, snap je? Serieus ook. Dus, ja, ik kom uit Amsterdam-Zuid-Oost, dus als je uit Zuid-Oost komt, dan weet je, op straat zijn er andere regels dan, kijk, binnen het huis is alles strikt. Ja. Maar het gewoon puur, binnen het huis is gewoon echt Suriname, gewoon strikt. Ja, toch. Weet je, gewoon strikt. Ai. Maar buiten het huis is het vrij libi. Ja. Dus dan, wat ga je doen? Je ziet dat mensen dingen doen, je gaat kwaaie dingen doen, weet je, dus... Ik was wel best wel een beetje kwaai vroeger. Oké. Okay, maar wel lief. Wel een lieve jongen, maar ik was wel kwaai. Heb je die tijd van die Hoppy Boys meegemaakt? Ja, sowieso. Sowieso, ze zijn allemaal maten van me. Ja, ze zijn allemaal maten van me. Ja, of zat je er ook gewoon bij die Hoppy Boys? Nee. Ik kom uit Holendrecht toch. Ik kom uit Holendrecht. Dus we hadden ons eigen clubje, laat maar het zo zeggen. Ja, onze eigen clubje. Netjes gezegd, geen gang, maar clubje. En natuurlijk... clubje. Bijlmer Style. Ja, 100%. Ik ga je zeggen, de Bijlmer, daar is zeg maar waar alles voor mij begonnen is met muziek. Mm-hmm. Weet je, is de basis voor mij geweest. Ik ben letterlijk begonnen met mijn boys. Ben ik letterlijk begonnen in de basement, in de box. Zo, toen maken we Biggie Poku, dus we berekenen. Het jongerenhuis was er wel, maar we begonnen eerst gewoon in de buurt gewoon. Om Lala Poku gingen wij spelen. Ik ben begonnen met Lala Poku. Dus gewoon geen keyboard erbij. Ai. Geen gewoon Lala, gewoon zingen. En na zo werd Play Poku gewoon in de box. Okay. En vanuit daar hebben we opgebouwd. We hebben een beetje Hood Famous. Zijn naar jongerencentrum gegaan. Ai. En vanuit daar hebben we opgetreden Kwaku en zo. Enzovoort. Verjaardagsfeest. In onze community is elke maand is wel iemand jarig. Dus was elke maand is optreden. Ja, nou ja, ik zie het al helemaal voor me zo'n beetje, weet je. Ik heb toevallig een beetje mogen participeren aan die Tory van Bijlmer Style, toen bij die guys en zo, Isabi. Maar wij waren meer met die dansen bezig, Deja Vu, Isabi, toch. Ik denk dat die guys ook wel... Oh! Ja, maar dat is Bijlmer. Kijk, in Bijlmer had je, zeg maar, in Bijlmer had je altijd, zeg maar, heel veel... ontwikkeling. Heel veel groepen. Ontwikkeling, groepen. Talent. Rap. Mm-hmm. Juist, maar vroeger, weet je wat was? Vroeger Biggie Poku. Dit is hoe iedereen nu rapper wil zijn, toch? Vroeger was iedereen wat Poku-maas zijn vroeger. Iedereen. Ernstig, joh. Iedereen. Oké. Okay, zo was het. Ga je zeggen, het was een hype tijdje. Het was een tijdje. Daar praat ik echt over in de jaren 90 something. Het was een hype. Iedereen wil Biggie Poku-maas worden. Ja, die LaRouche en die Lacas, Isabi, die Aysa, Sissou, Kroussani, Toris. Ja! En je... Captain Boy, et cetera, die mannen. Ja, en toen kwam de 2000, toen kwamen de zware guys, volgens mij Usaieres ook, toch als ik het goed had, de Usaieres, Low Limit. Ja, Louis. Ik kan doorgaan, man. Wauw, nee, het is fijn om te horen dat... Ik bedoel, ik wist het niet zo dusdanig, Isabel, maar ik was meer bezig met, toch een beetje meer Amerikaanse gedoe rappen en dat soort dingen. Isabel, ik kwam uit een dorpje toen, Tilburg, Isabel, is anders dan Amsterdam en Rotterdam. Ja. You know what I mean. Maar in elk geval, fijn om te horen dat toen jullie al uiteindelijk toch wel die Serenam Firi al 100% in je hadden en daarmee bezig waren, Isabel, toch. En dat is nice, Isabi. Maar denk je dat als je bijvoorbeeld had gewoond in Amsterdam-Zuid, waar het allemaal zo een beetje op level is met al die elite, dat je toch wel geïnspireerd zou zijn door Surinaams muziek en toch ermee bezig zou zijn als je in een andere gedeelte zone zoals Amsterdam-Zuid bijvoorbeeld? Kijk, dat is dan een andere buurt. Is het wat, kijk, mijn vader was van Pokuman, snap je? Dus ik denk toch misschien, het zit eenmaal in je bloed. Als het eenmaal in je bloed zit, maakt het niet uit waar je opgroeit. Als het in je bloed zit en je raakt geïnspireerd, maakt het niet uit of je in Oost woont of in Zuidoost woont of waar dan ook. Snap je, Poku is Poku. Als het in je zit, zit het in je. Ja, man. Weet je? En ik zeg altijd tegen mensen van, wat ik nu doe met electronic music, Surinaamse muziek is voor mij altijd de basis geweest. Want wanneer ik bijvoorbeeld... wanneer ik bijvoorbeeld een koortje moet gaan houden met stem. In mijn low in dat studio. Je mannen vraagt van, hoe kan je dit? Ik zeg, in de Surinaamse gemeenschap, zeg maar, de muziek was een traditionele Surinaamse muziek. Wij leren een paar, zeg maar, partijen houden, hoog, laag, et cetera. Ja, true. Maar wanneer ik dat zelf doe, die mannen worden helemaal, wanneer ik een koortje voor ze zet in de studio, die mannen worden helemaal low. Helemaal. Powerful, very powerful. Maar in elk geval, muziek heeft je waarschijnlijk, zoals ik het hoor, altijd al geïnteresseerd en geboeid. Maar voor wat kan met Scorotori, man, wat is jouw vooropleiding geweest, bra?
Ik heb allemaal school heb ik afgemaakt, ik heb de popacademie afgemaakt, want zeg maar, ik heb heel veel opleiding gedaan. Wat voor? Ik ben een muzikant. Okay. Ik ben begonnen met verzorging. Ik heb koksopleiding gedaan, ik heb sportopleiding gedaan. Totdat iemand naar me toe kwam en die zei van, joh, er is een Nederlands popacademie. Weet je toch? Popacademie. Ik ben aangemeld, moest ik auditie doen met mijn live band. Ah. En zo ben ik aangenomen. Zeg maar, dat heb ik helemaal afgerond. Ai. En toen ik klaar was met dat, ging door naar Hogeschool van Amsterdam. Ja. Maar, ik zeg je eerlijk, ik voelde het niet meer. Het was te veel huiswerk, ik kwam niet aan muziek maken, toen werd ongelukkig. En toen dacht ik bij mezelf van, weet je wat, ik ga stoppen met dit, weet je. Ja. Toen wilde ik het niet oud doen, omdat ik het niet kon doen. Ik had er gewoon geen zin meer, ik voelde het gewoon niet meer om verder naar school te gaan. Ai. Dus wat deed ik? Ik ging werken en investeren in mijn muziek. Dus werken, investeren in muziek en nog steeds optreden. Ja toch, en wat was en op een gegeven moment... Wat was je eerste job? Mijn eerste job vroeger was kannetjes rondbrengen. Je kent het op de fiets, in Afghanistan. Reclame voor is op een fiets, ah. In de regen. Weet je wat het was toch? Ik wachtte altijd op december, want dan kregen ze zeg maar, van die bedankkaartjes. Ah, en dan moet je zeg maar dan... Bij mensen in deur gaan ze van ja, bijvoorbeeld dit hè. Persoonlijk. Goedemiddag mevrouw, goedenavond mevrouw. SNS Radio wens u een fijne prettige kerst. En dan je kies money toch? Ja man! Kies money, wie zou want daar lang, follow, hé man, het einde van de rit was het stank, patakopen en dat soort dingen. Ja! Ja, nee, ik ken het van de krantenwijk. Bij krantenwijk die we dat ook kregen, het eind van het jaar werkelijk in december moet je met z'n kaartjes langs bij de mensen thuis en dan krijg je van... Wat een goede middagie. Nee, maar ernstig, very interesting is dat je zegt je vader was dus de oprichter van La Rouge. Ja. Oké. En hoe oud was jij toen dat allemaal gebeurde, bro? Wow, ik ben nu 37. Oei, hoe oud was ik? Ik was wel jong, man. Ja, echt jong. Ik was zelf ook jonger dan Lando Isabi. Oké, ja, ik heb die man. Ik was wel, kijk, Isaac is wel, kijk, de voorzanger van La Rouge is ook mijn neef. Oh. Maar het is zo ver, en ik zie toch mee als een familieband. Ah, oké. Ik was wel jong. Oké. Je was wel jong, maar vaak kan je bent geboren getogen, Tata Isabita, hoe vaak ben je naar Suriname geweest? Ik kan niet eens met 10 vingers tellen hoe vaak ik naar Suriname ben geweest. Je kan het niet tellen? Ik kan niet meer tellen hoe vaak ik naar Suriname ben geweest, niet om met 10 vingers in ieder geval. In ieder geval, dat niet waar je want je bent vaak genoeg geweest. Dan wat ik ben zelfs, toen ik geboren was als kleine jongen, had mijn tante ook gelijk naar Suriname gebracht. Ah. Dus ik van baby al kom ik aan eigenlijk in Suriname. Oké, en wanneer was je voor het laatst hier? Wow, dat is wel een aantal jaren geleden. Want ik zo druk ben met muziek. Ah, en bezig ben met al die dingen. Zijn dan, ik moet wel weer naar Suriname gaan. Maar ik wil ook andere landen ontdekken. Ik wil ook andere landen zien, snap je? Oké, en waar ben je allemaal geweest? Afrika. Ik ben in Afrika. Ik had een journey gestart in Afrika. Een beetje om mezelf te vinden. Wie ben ik? Serieus? Waar komen mijn mensen vandaan? Ernstig. Dus ik was een beetje begonnen met mijn eigen journey. Wow. Snap je? Dus ik ging naar Afrika. Weet je, maar ik moet weer naar Suriname komen ook weer. Ik moet echt weer naar Suriname komen. Oké. Nee, maar wat dat ding is. Je bent muzikant. En is dat je werk? Je vaste baan? Is dat wat je doet? Like, is dat wat... Is mijn werk, is mijn job. Wauw. Nou. Wanneer is dat eindelijk bij jou gaan beginnen eigenlijk? Ja, sowieso nadat je dus uiteindelijk besloot om te stoppen met school, omdat Ino bij One More is stop. Hoe lang doe je dit al eigenlijk professioneel dan muziek maken? Hoe lang doe je dat professioneel? Zeker. Jezus man. Oh gosh. Zeker. Professioneel muziek is anders. Wauw. Zeker langer, 100% zeker langer dan 13 jaar ongeveer. Zo. Wauw. Ja, wel lang. Want ik zit echt lang in de muziekindustrie, weet je. Ik ben begonnen met Kawina. Van Kawina Kaskawi. Aye. Van Kaskawi naar Kaseko. Aye. En van Kaseko reggae. Aye. Toch? En van reggae zit ik nu zeg maar... In de electronic music, want ik heb het de naam gegeven, Reggaetronic, maar veel in de electronic music niet. Oké, en wat houdt dat in? Wat voor muziek is dat dan, Reggaetronic of? Reggaetronic, moet je zien als zeg maar, bijvoorbeeld, je hoort de Caribische volken altijd een electronic song, toch? Het maakt niet uit of het major laser is,
of iets, maar het is altijd dansartiest of reggae-artiest. Yeah. Dus ik heb het een naam gegeven. Mm-hmm. Ik heb het een naam gegeven. Bijvoorbeeld als je kijkt naar reggaeton, reggaeton komt van oude vroeger van Shabba Ranks. Yeah. Maar die Latino's hebben het overgenomen en hun hebben het een naam gegeven, reggaeton. Ja? Okay. Maar het is gewoon dansen eigenlijk. Maar wat er gebeurt is, zeg maar, de danszaal en de reggae, reggae-artiesten worden altijd gevraagd om, zeg maar, een vocaal op te nemen voor die DJ's. Maar niemand geeft het een naam. Want die, zeg maar, die dans- en reggae-artiesten gaan gewoon weer hun eigen ding doen. Maar die boys gaan internationaal met die focus en die focus lopen. Vooral als mensen, zeg maar, die internationale vibes horen, ja, gaan ze er helemaal aan de haal. Maar ik ben toegekomen daarvan en dacht, oké, ik ga dit een naam geven. REG staat voor reggae, GA staat voor raga, en tronic staat voor electronic music, dus reggatronic. Ik heb patent op de naam gezet. Ik denk dat je iemand nodig hebt om dat ding te hypen, man. I think I got the voice for this, your madness. Het is gewoon een genre. Ik heb het gewoon een genre. Interessant dat jij dat de naam hebt gegeven, Isabita. Ik heb gehoord over die popacademie. Ik wist niet dat dat bestond. Ik denk dat ik een beetje te vroeg ben geboren, Isabita. Want in mijn tijd, Koroyur, had je dat nog niet. En ja, je kon er ook nergens naartoe daarvoor, Isabita. Maar uiteindelijk ben jij een van de producten daaruit. En I'm loving it, man. Even kijken, je hebt... Dankjewel. Ik zie hier een pokoe van jou, Le Prince Ocean Girl on YouTube, man. What's up? Is iets van, even kijken, 2 jaar geleden of zo? Ja, klopt. In de coronatijd heb ik die gemaakt. Oké, maar kunnen we... Is het een reggae tune? Oké. Let's the people hear something from you, Le Prince. Keep it locked, don't move, man. Yes, sir. Thank you. You're welcome to this your madness, ladies and gentlemen. Check out this your artist representing Suriname. Like a million times, must have been frozen. Nothing now I see your smile. You know, she was trying to make me feel alive, 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 alive. I'm gonna treat her right. I fell in love in an ocean, girl. Hey, Rocco, waar is die clip opgenomen? Deze clip heb ik op Ibiza. Op Ibiza? Ja, Ibiza. Ja, man. Nice, sounds very good. Ik ga dit in de gaten gaan houden. Isabito Alafassi met de wereldmuziek hier. Dus I'll get to know you better. Yes, indeed, Alafassi. Ja, make good music. Ik hoor het, Isabito. Ik zie je bent al zeker meer dan 30 jaar bezig. Zeg je in die music. Zie je, ik ben bezig met electronic kind of reggae music. Ik ben benieuwd, man, hoe dat klinkt, Isabito. Dus ik ga dat ook even gaan onderzoeken. Maar, je bent muzikant, je bent bezig met je dingen. Het is je werk. Als we praten over Nederland bijvoorbeeld. Nederland zit vol met van die grote namen. Heb ik het over die Nederlandse artiesten en dat soort zaken. Heb je ook samenwerkingen met misschien wat grote Nederlandse artiesten? In de DJ-wereld wel. Met Randy, Blaster Jacks, Dr. Funk. Ik heb muziek uitgebracht onder het label van Afrojack. Oh. Armin van Buuren. Serieus? De grootste label Spinning. Dus ik heb al bij grote geikjes heb ik wel uitgebracht. Oké. Ik zit ook een beetje in de hardstyle, dus ik doe wel mee met de grote jongens. Oké. Je zegt je bent met de nieuwe stijl gekomen, sowieso, that's nice, is dat je toch. Maar in je muziek, wat zijn de Surinaamse invloeden? En is het ook zo dat je misschien wat met Surinaamse tongen doet? Ik ben met iets bezig toch. Dus ik word warm. Nee, maar kijk, wat de invloeden, kijk, sowieso is de Caribbean invloeden, weet je, dat zet ik gewoon in mijn songs. Je hoort ook gewoon mijn accent. Het is gewoon meer de Caribbean vibes die ik erin gooi, snap je? Ik bedoel, Suriname is Caribbean. Alafassi gooi ik gewoon die Caribbean vibes erin, ook live. We slapen niet. Wanneer we on stage komen, zijn we entertainment en doen wat we moeten doen.
Ja, man. Nou, it sounds very good. It sounds great when I'm talking. En zoals je daar bent in Nederland ook, je zegt zelf dat die Kawina en die Surinaamse muziek was de eerste inspiratie om zeg maar muziek te gaan maken. Ik bedoel, Suriname is Suriname. En je doet dat, Isabi Overdesso. Heb je ook plannen voor Suriname met betrekking tot Suriname? Los van dat je op dit moment bezig bent met een speciaal project voor Suriname. Maar we hebben ook Surinaamse artiesten, nieuwe Surinaamse artiesten. Zijn er misschien een paar waarvan je zegt, hey, met die geiki of met die gasten zou ik wel eventueel een collab willen hebben? Of als ik het anders mag vragen, wie is jouw idool als het gaat om Surinaams muziek? Daar heb ik het over, ja, muziek van deze tijd zo'n beetje. Bedoel je Kawina, of bedoel je nu gewoon van nu? Ja, ik bedoel gewoon een beetje van nu. Je hebt bijvoorbeeld New Style, je hebt bijvoorbeeld Jackson Bla, je hebt King Koyeba, en zo heb je Baderman, en zo heb je een hele... Koyeba blijft bij mij altijd, sowieso blijft Koyeba altijd bij mij aan. Weet je, hij is gewoon altijd dood. Ik kan niet op zijn naam komen. Hij is ook tof, ik ben zijn naam vergeten. Je hebt het over Kater. Jackson Bla... Kater Karma misschien. Kater Karma is ook dope. Ik moet hem zijn respect geven, want hij heeft de uitverkochte melkweg heeft die gaat laatst. Ja, respect klopt. Daarvoor. Ja, maar, weet ja, je? Mm-hmm. Zeker voor de Surinaamse artiest die dat gewoon doet, dope. Je hebt Kater Karma en die Anna was ook in Nederland. Ik dacht niet op zijn naam komen. Hij was ook gekomen naar Nederland later. Psycho. Psycho, ook respect. Respect naar Psycho ook wat hij doet. Weet je? Dus maar gewoon respect naar alle, ik heb gewoon respect voor alle artiesten, gewoon pick up naar alle artiesten en gewoon door blijven gaan. Ja man, maar wanneer... Keep the dream alive. Maar wanneer kom je naar Suriname om een groot project te doen met alle Surinaamse artiesten? Something like... Ik wil de Surinaamse vocaal, wil ik wel ook echt in de electronic music hebben. Ik wil iets creëren gewoon, ik wil gewoon stof creëren. Ja, want ik bedoel, wij zijn nog niet bekend met dat wat jij hebt uitgevonden, Isabi, dat electronic music waarmee je bezig bent. Dus, alafasi man, we want to taste dat, Isabi, en... Ik denk dat het best wel vanuit Suriname uit hoogtes kan bereiken. Isabi toch meer breda. Hij wordt ook. Ja, maar ik wil het wel echt doen. Ik wil het echt doen. Nee. Maar laten we hopen dat die artiesten met mij graag zouden willen samenwerken. Natuurlijk. Soms is het een beetje moeilijk toch? Ja. Maar, ik ben heel simpel, maar je weet toch, artiesten blijven nog steeds artiesten. Ja, dat is waar. Dat is wel zo, jij. Ja, en dan kan je met mij, ik weet er alles van, ik weet daar alles van. Ja, maar ik zou graag wel met een paar Surinaamse artiesten willen werken. Dat zou ik wel graag willen. Oké. Okay. Als zij ook daarvoor openstaan. Heb je een pokoe die ik nou eigenlijk erin zou kunnen schrijven waarin we die electronic sound van jou kunnen horen? Just a title of zo, een title. De title, wat je wil draaien nu? Ja, nu even gewoon. Run from reality. Run from reality is wel een hardstyle nu, maar ik heb daarmee wel een hit gescoord in de hardstyle scene, in de electronic music scene. And let's check this one out, ladies and gentlemen. A brand new thing represented by a Suriname DJ. Yeah man, wait you can will run. Nee, even kijken, hoe die pokoe. Run from reality. Run from reality. Maar ik heb een laatste nieuwe tune uitgebracht ook. I like to move it. Oké. Okay. Maar dit is een keuze met jij doet. Oké, let's check this out. Sabina Free, Norway. Follow the road. And this is of course nobody else than Le Prince himself. Gino Dozon. Yeah, Chai. From Suriname. Representing to the world. I like this, man. Thank you, Akin. I'm trying to love this. Forward, Bajune! Alright, indeed. It is something else, of course, and I'm talking about. Ik ben er Suriname niet echt gewend is meer aan deze Totori, maar no problem. We'll let them get this.
Alafasi, it sounds good. This is what je bedoelt, dus met die electronic sound en like reggae music kind of vibes in it. Moxie in een Caribbean flavor and sauce and spices, everything. Nice indeed, bro. Maar Alafasi, man, je bent bezig, je doet je sunny. Wat vind jij van jezelf, Gino? Wat ik van mezelf vind? Ja, mooie vraag, hè? Niemand verwacht deze. Ik zelf nee, 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 weet je wel, ik kan het makkelijk beantwoorden. Ik ben een harde werker soms, ik ben een harde werker, mm-hmm. Maar soms werk ik te hard. Oh. Soms moet ik ook rust pakken, maar ik kan het gewoon niet, want anders sleep to the music. Ai, ik begrijp het. Maar dit is like lifestyle, het is work, het is like everything you do, Isabi toch. En ja, Alafasi, ik bedoel, de toekomst heeft nog heel veel te bieden. Wat zijn je toekomstplannen, man? Oeh, moet ik mijn toekomstplannen zeggen? Heel veel optreden. Heel veel optreden. En heel veel optreden en de game veranderen nog meer. In de game nog meer veranderen. Alright. Hoe zit het met de relationship? Ik bedoel, van iemand die zoveel travelt, zo hard werkt, hoe verdeel je dat in de liefde, bro? Ja, dan moet ik... of ben je gewoon vrij gezellig? We kunnen vrij gezellig zijn. Soms niet. Oké. Ja, I get you. Artistieke lifestyle, you know. I know what you mean. Been there, done that. No problem. Weet je wat het hele ding is toch? Kijk, als artiest zijn we toch... Ik geef altijd heel veel aandacht aan mijn muziek en... Niet iedereen kan daarmee. Mm-hmm. Het is best wel moeilijk om met de artiest te gaan die echt bezig is en die vooral gefocust is op zijn muziek. Maar ik zeg altijd dit, hè. Het maakt niet uit met wie ik ga, maar mijn muziek staat altijd op één. Mensen komen en mensen gaan, maar mijn muziek staat altijd bij je aan. Nou, ze hebben het gehoord, Isabi toch? I know, Isabi, is best wel difficult. No disrespect, we love all women there, you know? We love that fucker, for sure. Maar, we doen als artiest zijnde, you with your dreadlock rasta, en je difficult kind of styling, Isabi toch? Je doet grote podias aan, je hebt met grote namen gewerkt. Ik bedoel, ja, de vrouwen zullen waarschijnlijk wel hoe moet ik het zeggen? Die bieden zich waarschijnlijk zelf aan. Maar je weet het toch, kijk, ik ben professional toch, dus ik maak muziek vanaf ik klein ben, dus ik ben professional, ik weet hoe ik daarmee om moet gaan, snap je? Oké, dus je vormaars niet, je vormaars niet? Nou, meer focus toch, energy, en ik ga op energy af toch, je energy moet goed zijn, ja, snap je? Sowieso, ik ben iemand, ik kan niet zomaar met iemand het bed ingaan, dus die energy moet right zijn. Snap je? Yes, indeed, man. For real, dat is natuurlijk waar, Isabi, man. Omdat sommige mensen ervan uitgaan. Hij is artiest, populair, kind of guy. Isabi, iedereen schreeuwt. Wow. Dus het is makkelijk om... Ja, maar I know. Ik bedoel, je kunt ook niet iedereen tevreden stellen, Isabi. Uiteindelijk hebben we ook onze smaak. En we weten waar we vallen, waar we niet vallen, waar we opstaan, waar we rennen en willen vliegen. Dus wat dat betreft is het al goed. Maar hier heb je kinderen. Misschien, toevallig. Ik heb een zoontje, vijf jaar. Oké, that's nice man, alright, ik bedoel van, en toont hij al eindelijk een beetje van die signs, alsof hij in de voetsporen en degene van zijn vader Dick heeft overgenomen? Hij vindt muziek wel leuk hoor, hij vindt muziek echt leuk. Oké. Maar ik weet niet, ik ben nog steeds aan het kijken, wat wil hij doen, wat hij... Nu ligt de interesse in Spider-Man. Nu is hij helemaal into Spider-Man. Ja, ik dacht eerder Black Panther, maar ja, Spider-Man is zo goed, Isabi. In elk geval, I hope. Nou man, nee maar kijk, you know, time is not our friend, Isabi. We zitten aan het einde van deze hele mooie, leuke interview with you. Oh, met jammer, jammer. Maar heb je misschien nog iets dat ik niet heb gevraagd, wat je nog graag aan de mensen zou willen vertellen? Wat ik wil met het volk praten. Graag. Ik wil gewoon, iedereen moet in zichzelf blijven geloven, investeren in jezelf. Mm-hmm. Wat ze jou niet geven, plant het zelf. Ja? Plant het zelf en let it grow into something big. Denk groot en denk in oplossingen. Snap je? Denk in oplossingen en samen staan we sterk. So the thing, the man, me love that talk, you know, inspirational, yes, to me. Yes, ah, yeah. Now,
Kijk, je hebt Suriname, je hebt je familie in Suriname. Vooral de familie Dorsen is een grote familie. Dorsen's constructie staat aan de nieuwer gevonden weg. Isabi toch, dat is waarschijnlijk ook wel familie voor jou. Heb je nog mensen die, mensen die je wil groeten die je lang niet hebt gezien? Ik kan Badis Mama Odi even, maar in de Instagram aan Tongo. En ik ben je Suriname. Ja, maar alle matief me. Adesi Sagni van Barde wa Odi. Ai. Adesi Masa Silangami van Barde wa Biggie 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 Odi. Tosolo binanga blessing. Krakti. Ai, hoera, yes. Soon. Soon. Soon come, alright, my brethren. And, Nasi. Heb ik zoiets van, hey bro, big up yourself. Keep on doing what you're doing, Isabi Talk. And whenever I... Dank je wel, man. Whenever I put my foot in Amsterdam, I will link you up and do some... Ja, maar link me. Follow me, follow me op Instagram. Le Prince, sorry, follow me op Instagram. Weet je? Ja, laten we dat ook even snel aan de mensen duidelijk maken. Als men jou wil volgen, je muziek, je carrière, everything what you do. Misschien willen ze downloaden, kopen of boeken. Waar kunnen ze terecht, man? Ze kunnen gaan naar www.leprincemusic.com of mijn Instagram leprinceserver of gewoon Facebook leprince. Dat vind je me makkelijk, want zo schrijven. Maar niet leprince met de S, leprince met de CE. Ah, Le Prince met een C-E. Ja, werkelijk, ik heb het goed geschreven. Le Prince met een Z-E. Ay, Rocco. Gino Dorsen. Yeah. Hey, yo, Gino. Yes, sir. Remember, big up yourself, you know. Let them dreadlock grow. Thank you. Because the roots is in your art. And that's why the positivity is coming out. So, thank represent you, Serena. Thank you, Mike. Ik waardeer het ook dat jullie mij hebben geïnterviewd. Of dat jij me geïnterviewd hebt. Ik waardeer het zwaar. We doen het graag, dank je wel. En Alafasi, het is een platform waarbij wij de wereld laten weten dat onze Surinamers het heel goed doen. Maakt niet uit waar ze zitten, maar ze dragen ons uit. We hebben muzikanten, we hebben artsen, we hebben entrepreneurs, we hebben investeerders, we hebben mensen in Italië. Jij bent in Amsterdam, je doet je thing traveling the world. Maar we wachten op je in Suriname, want we need this sound right here. Yerasta, ja, man. Pick up the set. Yes, I think. Allright, maar voordat je weggaat heel snel, laat even een vocal horen, man. Wie is nou wan regel, noem ik hier aan zijn live en direct from Gino, the man himself, Le Prince, man. The mic is yours. What's going on? My head is turning up, me can't fall. My trouble me is in his temper. My brain's flying to the sky. I will never give it away, no. My spirit will bring me out there. No, I will never be afraid. I say, Suriname, lift me up right now. Hey, so, give me my rhythm yesterday. So, and I will be on my way. Hey. There is nothing left to say. Man, I run from reality. Bam, bam! Massive list with spread under the show one, Simi. So the thing there, hey, La Prince, big up yourself until the next time. Big up my king. So the thing there, hey, Lord, yes, bro, bye. Big up, bye-bye. Big up. Yes, bless up. Yeah, man. No respect, likewise, daddy. Maximum, yes, you heard it, mensen. Le Prince himself, follow the man, Isabito, on all platforms. Gino Dorsen, Facebook, Instagram, and all of that. Suriname is overal. We do this together. Met een compliment van GoTo en TeleG. Blijf afgestemd voor het nieuws van 1 uur. Gevolgd door de sportinformaties. Right here. So die ding daar. Hey, Gino, Maximum, big up yourself again, yeah? Respect. Music is live and direct. Maar eigenlijk heb je me niet gezegd waar we die mensen, waar de mensen...